omdat de veiligheidsadviseur van de president, de heer Linsker, nauw contacten onderhoudt met Santokki en allerhande zaken met hem bespreekt, waardoor Santokki goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van de plannen van de minister van Justitie en Politie. U heeft zelf gehoord de leugenachtige beweringen ten aanzien van het ministerie. En dit is het gevolg van de zoete broodjes die worden gebakken met de vijand. Deze bewering is pertinent onwaar en noem ik liegen. Wil je het ambt op behoorlijke wijze vervullen? Ben je een professional? Moet je met ieder kunnen communiceren te alle tijden, nationaal en internationaal. Zo heeft Linsker met ieder, dus ook met politici, geen enkele uitgezonderd die mogelijkheid gecreëerd. En als het nou om DNA-lid Brunswick zou gaan, Belfort, Rusland, Somoharjo, Misikaba of Santokki, mijn deur staat altijd open. Meneer Linsker, heeft u enige band met meneer Santokki? Santokki en ik gaan way back. We hebben samen geopereerd. We hebben samen in het kader van criminaliteitsbestrijding nationaal en internationaal geopereerd. Dus we kennen elkaar heel goed. En als meneer Santokki Linsker nodig heeft, dan belt hij Linsker. En dan ontvangt Linsker hem hier op het kabinet. Niet ergens in een barretje. En dan bespreken we wat we moeten bespreken. En als hij advies nodig heeft of omgekeerd of wat else. Dat is de relatie. Maar die relatie heb ik met elke andere politicus. In ieder geval werd het plan terzijde geschoven. Ik wil niet zeggen van tafel geveegd. Want zo enthousiast was men om het de grond in te boren. Het idee, want het is geen plan, het idee heb ik niet alleen vanwege mogelijke wettelijke barrières, maar vanwege een scala aan andere argumenten als niet verstandig en onverantwoordelijk aangemerkt. En ik heb de president geadviseerd om het nader te beschouwen, maar in elk geval aan te houden. Maar ik ben slechts een adviseur. Het is de president die beslist als een besluit doorgaat of niet. Dus ik kan nooit een plan van geen enkel minister de grond inboren. Maar het plan werd terzijde geschoven en daarvoor kwam in de plaats de zogenaamde octopusoperatie. Straks ga ik u een tijdlijn laten zien waarbij het duidelijk zal zijn dat er dus niet een plan terzijde is gelegd en in de plaats daarvan operatie Octopus is komen. Octopus bestond al. Het plan-idee, of ik moet zeggen het idee, tussen aanhalingstekens plan, van minister Van der Zaan is geopperd kort na zijn benoeming. Maar het is goed voor u om te weten dat in maart, 27 maart 2017, de planning van operatie Octopus Race was ingezet. Dus het kan nooit in de plaats van het plan van de Zaan zijn gekomen. Die operatie, heb ik begrepen, is daarvoor een bedrag van $750,000, Amerikaanse dollar dus, vrijgemaakt. Octopus wordt bekostigd uit de reguliere begroting van nationale veiligheid, het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger. Waarbij nationale veiligheid het leeuwendeel van de financiering op zich heeft genomen. Er is geen enkel additionele financiering geweest voor Octopus. Dus nooit $750,000. Maar ik denk dat de minister Van der Zaan in de war was en of verkeerd geïnformeerd is. Die $750,000... waarover hij praat, is het geld welke, zoals je daar zo ziet, in november, december 2016 gereserveerd was door het ministerie van Financiën ten behoeve van het Korps Politie Suriname
voor het bestrijden van de criminaliteit, aanschaffingen te plegen zoals transport en andere zaken die noodzakelijk waren voor de politie. Dit alles heeft buiten het zicht van de minister van Justitie en Politie plaatsgevonden. En wel in overleg met de korpschef is een octopusoperatie aangevangen. Dus de korpschef wist meer dan de minister over dit plan. En aan mij is nooit iets bijzonders gerapporteerd dan een aantal verhalen. De minister heeft beweerd niets te weten van octopus. Los van een paar verhalen die hij heeft gehoord of hem zijn gerapporteerd. Als je die tijdlijn ziet, dan zou je zich af kunnen vragen of hij heeft niet gevraagd of het is een bewust onthouden. Als je kijkt in uw archieven, dan gaat je zien 18 april ontvangt de minister Justitie van der Sand, de Amerikaanse ambassadeur. En hij geeft uitleg over operatie Octopus.